Start was in de zomer op pad met wijkagent Peter Alberto. Door het gesprek met het Veilig Buurtenteam viel ons oog op de geef- en neemshop dat met Zo Wonen samen met Maximus en de buurt opgericht is, om zo mensen weer op sociaal gebied met elkaar te verbinden. Wij spraken met een van de initiatiefnemers, Louis Flippen, over deze geef- en neemshop. En ik ben een van de vrijwilligers van dit team en we doen alles goed samen. Als dit gaat voor de wijk zelf is dat opgekomen en ik zie dat het hier eigenlijk nodig is met de mensen. Ja, de mensen kunnen eigenlijk twee dingen gratis meenemen en spullen brengen. Ja, ik moet eerlijk zijn, boven verwachting loopt het echt heel goed. En we hebben een ontmoetingscentrum is het hier geworden voor de mensen. Die kunnen zich een tasje koffie pakken of een babbeltje maken. En dan merk je toch heel goed dat het hier toch nodig is. En ja, dat meen ik heel, dat loopt echt heel goed. U bent vrijwilliger, hoe ziet zo'n dag eruit? Nou, eigenlijk alleen nog maar inruimen. Zoveel mensen komen er om het allemaal te brengen. Uit de hele buurt en ook wat verder weg ook. We zijn echt heel erg bekend. En waarom is dit in het leven geroepen? Ja, we willen het anders in de wijk hebben. Wij zien toch eigenlijk dat het hier toch nodig is, toch ook ja, niet armoede is. En vooral sociaal contact voor de mensen, dat is hier echt nodig. Want de wijk is wel heel goed vooruit gegaan, maar de mensen zijn nog teruggetrokken, vind ik. En dat willen we eigenlijk nog weer toch weer alles bij elkaar gaan brengen. Dat is de bedoeling. Dus veel te doen geweest om Stadbroek in het verleden. Proberen jullie dat nu weer opnieuw op de kaart te zetten in een positieve zin? Dan moet ik zeggen, vooral met Zo Wonen en met Maximus, die zijn er heel op de goede weg. Er is echt goed vooruitgang geboekt al. Pak maar aan de overkant hier. Dan komt nog de speeltuin. En dat is ook een heel belangrijk punt van de wijk. Vooral voor de kinderen. Want die hebben eigenlijk hier niks met de kinderen. Ja, een klein speeltuintje. Maar voor de kinderen van 14 tot 15 jaar, die hebben eigenlijk niks hier. En daar zijn we nog volop mee bezig te spelen hier. En we hebben nog een patinaatje, dus we willen ook een leven in blazen. Ja. En nou is het de geef- en neemshop, of de weggeef ook, om het zo even te noemen. Ja. Wat kunnen de mensen eigenlijk hier naartoe brengen? Ja, van alles, kleren, porselein en nog meer dingen. Ja, dit is echt, wat eigenlijk de mensen spelen goed, van alles. Geen grote dingen, wie bankstellen, wie kassen. Wel een slontafeltje of een klein tafeltje, dat kunnen mensen wel brengen. Maar dat moet wel allemaal goed gewassen zijn. Dat moet in orde zijn. Als het niet in orde is, dan sorry, dan moeten ze me terugnemen. Daar ben ik ook eerlijk in. We doen ons moeite genoeg, maar het is natuurlijk gaat het heel goed. Het gaat echt goed. En met hoeveel vrijwilligers werken jullie hier? Ik denk 10 stuks, geloof ik. Ja, 10. Ja, 10. En die zijn elke dag aanwezig? Nou, we hebben eigenlijk nog geen planning, want die weten ze, één dinsdag mag Mariezee open en dan ben ik ook daar en dan komt er weer een andere. We hoeven eigenlijk niks te plannen, dat gaat automatisch hier. En wat zijn de openingstijden van de weggever? Dat is dinsdag van 11 uur tot 3 uur, van vrijdag van 1 uur tot 5 uur. En dat, de mensen weten dat, we weten de weg al te vinden. Ik wil nog even een dankjewel goed zeggen, vooral van Zo Wonen. Ik hoop dat we nog langer met samen kunnen werken. Heel lang nog. En ik hoop dat het project door blijft gaan. Dus dat is niet dat ik zeg, stoppen ermee. Dat is echt mijn wens. En ook met Patrick van Maximus. Daar hoop ik nog een hele goede band mee kunnen doen. Dat heb ik nu wel. En we dan lang met samen kunnen werken. Dat meen ik wel. Hartstikke leuk. Ja, je ziet heel veel mensen. Het is gewoon heel leuk.